het mooiste moment. Te kunnen zeggen dat jij er dus voor mij bent. Ik liep je dromen, want jij bent gekomen. Hoeveelste keer is het al dat je staat in de piste? Oh, verdorie, ik zou het niet weten. Ik heb het niet bijgehouden om hier te zijn. Toevallig staat Guy Broekhoven nog naast ons. Misschien heeft hij een idee. De hoeveelste keer aan het zal zijn dat ik hier sta. Guy, voor de mensen die kijken nu. Guy is de man eigenlijk die alle artiesten hier op het Kuipke tijdens de Zesdaagse boekt. Klopt toch? Ja, dat klopt. Ja. 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 En waarom de keuze voor Gerry Jager? Omdat dat mijn maat is. Hè. Alleen omdat je een maat is. Nee. Dat is een traditie. En niet elke artiest kan het hier waarmaken. In het Kuipke. Het is een heel speciaal apart publiek. Dus om een goede keuze te maken, maar er zijn maar weinig artiesten zoals Gerry om dit echt professioneel in te vullen. Kracht van de stem speelt mee? Uiteraard, een goede keuze van de nummers, meezingers en vooral het mooiste moment. Er is maar één iemand die dat brengt, dat is Gerry. Hij zit een kikker. Content van uw manager? is mijn manager niet? Nee, we kennen elkaar al heel veel jaren. Guy is hier programmeur, inderdaad. En dat is de reden dat ik hier sta, zo simpel is het. Ja. We zagen nu beginnen, direct al een aantal meisjes bovenaan op die piste, die compleet aan het meedoen met jou. Duurt een tijdje voor de in de gaten houdt, want moet die piste rondlopen natuurlijk. Ja, je ziet niet altijd alles direct, Willy. Ja, dat is zo. Hè. Wat naartoe? Kijk, je kunt het al zien, want dat is wel inderdaad een van mijn sterke punten, dat ik inspeel op wat er op dit moment in de zaal, of in dit geval in de piste gebeurt. En dat ik daarmee, maar natuurlijk op zo'n grote oppervlakte en in een cirkel, waar je dan meestal met je rug nog naar de helft van de mensen staat, ja, kun je niet altijd alles zien. Het is nog een middenplein ook, hè? Beneden is het gebeurt er ook nog iets. Het is erom, dus het is niet zo evident om alles in de gaten te hebben op die korte tijd. Ja. Dan moet je nummers gaan kiezen voor vanavond. En ben je er lang mee bezig om dit wat hier moet doen vanuit? Ik moet eerlijk zijn, ik kwam hier vanavond toe en ik heb aan de mensen die mij mee begeleiden gevraagd, wat zou ik hier vanavond zingen? Bepaalde nummers kunnen niet ontbreken. Voilà, bepaalde nummers kunnen niet ontbreken. En je weet, in het Kuipen is ambiance nodig. Gewoon bunken en ambiance. Maar ik weet ook dat de mensen zitten te wachten op het mooiste moment van mij. Dus heb ik toch maar geriskeerd om dat ertussen te zetten. Maar kijk, ik heb het zelf gehoord en gevoeld. Ze zingen het allemaal uit volle borst mee. Dus dat doet mij alleen maar plezier natuurlijk. Piste, altijd moeilijk om te zingen. De return, altijd vaak die terugkaatsing van dat geluid. Wel, ik had vandaag pech dat er een technisch mankement was. Dat is misschien de reden dat je de vraag hebt. Ik heb dat gezien. Ik heb oortjes. Ik heb ze niet aan, ik heb ze net uitgedaan. Ja. En dan is dat opgevangen, want dan heb je direct contact met wat er gebeurt. Maar het viel uit. Dus ik heb alles moeten uitdoen en moeten werken op de boxen op het moment. En dan heb je inderdaad het probleem in zo'n kuipje, waar je een soort delay hebt. En dan probeer je daar rekening mee te houden, maar dat is verdomd moeilijk om daarin te werken. Ja, daarom ook dan weinig mensen dat kunnen, wat u gedaan heeft vandaag. Ja, oké, maar je weet wanneer dat nummer start. Je weet het tempo van het nummer en ik heb daarop proberen verder te gaan. En ik vermoed en ik denk dat het redelijk gelukt is. Hoe is je lid, ja? Ja, dankjewel. Je gaat het nog twee keer betalen, dit is van mij. Nee, dat is niet waar. Nee, maar ik probeer altijd er goed uit te zien. Ja, en enfin, een zanger heeft een bepaald imago, heeft een bepaald karakter, heeft een bepaald cachet. En ik probeer dat aan te houden. Je moet dat maar blijven maken. In de lijn dat de mode zich evalueert, ga ik dat ook mee volgen binnen mijn kader dan. Allerlaatste vraagje, de toekomst nu? CD's, platen, komt er iets? Heel nabij de toekomst? Heel nabij. Ja. Volgende week. Ik kan er iets van kwijt. Ja, 24 november komt de nieuwe single in release. Titel? Hemelhoog noemt die. Ja. Is goed gegrepen. Maar dat is al een eerste nummer dat we uitbrengen van een nieuw project dat we helemaal klaar hebben. Dat noemt Jukebox. En daarvan is een album opgenomen en een tv-show. Dus dat staat u allemaal nog te wachten om dat allemaal op jullie afgevuurd te krijgen. Sterrenhoog in de hemel. Wel, laat ons zeggen, als wij volgend jaar hier terugzitten, daartegen is alles uit geweest. Wij zijn benieuwd. Gerry, wel bedankt. Alsjeblieft, maak hem!